Ja, groots gebeuren in december, het Glazen Huis. We gaan het er zo over hebben. Het komt in Enschede, maar we gaan eerst naar de andere kant van de provincie, naar Zwolle. Friso, jij wilt de ganse Zwolse bevolking op kleine surfplankjes met paddles hebben. Ja, zeg ik dat zo goed? Ja, nou eigenlijk zijn het geen kleine surfplankjes, maar het zijn juist iets bredere plankjes dan gewone surfplanken. En dit fenomeen wat we hier zien, dat heet stand-up paddling. Of en suppen. Suppen, ja. Eigenlijk gaan we vanaf nu gewoon suppen zeggen. Dat is hip. En ik heb vorige week mijn eerste rondje door de Zwolse stadsgracht gemaakt. Kijk, nou, daar zie je mijn actie. Ja. En dat is echt geweldig leuk, omdat je door de gracht heb je echt een compleet andere kijk op de stad. En toevallig heb ik 7 jaar lang aan de gracht gewoond, dus ik had er ook al eens overheen geschaatst. Maar dit is echt voor bijna alle tijden van het jaar een geweldige manier om ook nog sportief bezig te zijn. Is het moeilijk? Nee, het is echt heel makkelijk. Iedereen denkt dat je, als je erop gaat staan en je maakt een verkeerde beweging, dat je erin kukelt. Maar ja, ik weet niet of je het kunt zien, maar nou, deze borden niet. Maar je staat met je voeten in feite in een... het is een klein beetje verdiept. Dus je kunt eigenlijk... je moet hele gekke dingen doen, wil je omvallen. Nou, ik kan even aan Carrie vragen, want jij hebt dat gedaan toch, Nien? Nou, Bert, toevallig dat je daar nou over begint. Ja, dat is wel heel toevallig. Ja, hebben we toevallig ook een filmpje? Volgens mij wel. Nou, kijk er dan. Dus het is gewoon heel gezond. Je buikspieren, je bilspieren, je beenspieren, je armspieren. Het is alles. Het is totaalsport. Echt? Echt. Ja, maar dit was op een vrijheidsfestival. Ik moest ook nog interviewen en ik had s'avonds nog een live-uitzending die ik moest presenteren. Ja, dat was heel spontaan. Dus maar ik dacht, ik wil niet nat worden. Maar je valt er niet zo snel vanaf. Nee, dat heb je waarschijnlijk toch ook wel gemerkt. Ja. Want dat komt omdat die planken zijn wat breder. En je houdt jezelf in evenwicht. En inderdaad, je staat dus nooit helemaal stil. En daardoor ben je continu eigenlijk je bovenbeenspieren aan het trainen eigenlijk. Ja. Het wordt door echte surf dudes, wordt het ook wel het Nordic Walking onder het surfen genoemd. Want je kunt het eigenlijk bijvoorbeeld in zee, want daar is het begonnen. In Hawaii werd het door surfinstructeurs gebruikt om gemakkelijk van de ene groep naar de andere te kunnen. En we zien hier Jennifer Aniston en Rihanna, weet je wel, dat zijn Amerikaanse sterren die doen. Het is echt natuurlijk zo'n raasje wat dan overgewaaid wordt, hè, hier naartoe. En die jongen waarmee ik aan het suppen was, die werd ook de subkoning genoemd van Zwolle. Ja. Want hij wil het echt in Zwolle een beetje groots maken. Ja, er is nu iedere vrijdagavond, Friday night supping heet het geloof ik, op een centrale plek in de stad worden borden klaargelegd. En dan kun je gewoon opstappen om te proberen. Kun je een rondje maken door de gracht. Nou, dat in 40 minuten ben je rond. Dat is ook wat het aardig is. Je kunt het zo licht en zo zwaar maken als je zelf wilt. Dus als je denkt inderdaad van ik maak er een beetje een Nordic Walking avontuur van, dan ga je gewoon heel rustig peddelen. Maar je kunt ook zeggen, ik was met een paar vrienden, dat je zelfs kop over kop gaat, zoals bij het fietsen. Dan kun je echt kun je jezelf wel vermoeien. En het is gewoon ontzettend leuk om te doen. Dus, deze jongen ging zelfs de Elfstedentocht suppen. Ik zei nou. Ja, maar hij heeft ook een andere, smallere, kleinere boord, heb ik begrepen. Dus waarmee hij dus echt, daar ga je dus echt wat harder mee. En het mooie is dus, het lijkt mij helemaal om het op open zee te doen. In waar het vooral een beetje lekker weer is, Mallorca schijnt het. Dan was ik laatst, ik kon het niet vinden, maar daar is het ook heel populair. En natuurlijk inderdaad Australië, Verenigde Staten. We laten het voorlopig even bij Zwolle. En ik kan me wel voorstellen als je dat soort mooie vrouwen die we net op surfplankjes zagen in Zwolle laten ronddobberen. Ja, dan wordt het een hit. Nou, afloop lekker surperen, of niet? Ja, precies. Ja, dat zit allemaal in begrepen. Het is toch jammer dat jullie geen gracht hebben rondom de stad. Anders had je dat even als extra promotie Absoluut. Kunnen dus doen voor het Glazen Huis. Jammer dat we te weinig water hebben in Enschede. Nou ja.